Welkom bij Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Deze week kijken we naar nachtafsluitingen van de Maastunnel. Ook de Keteltunnel is een aantal nachten en een weekend dicht. En omleidingen van een aantal trams in het centrum van Rotterdam. De Maastunnel is deze week een aantal nachten dicht voor onderhoud. In de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 maart is de tunnel vanaf 10 uur 's avonds afgesloten richting Zuid en vanaf 12:30 in beide richtingen. Van dinsdag 10 maart tot en met vrijdagochtend 13 maart is de Maastunnel iedere nacht vanaf 10 uur dicht richting Zuid. De afsluiting duurt iedere keer tot 6 uur in de ochtend. Omrijden kan via de Ring, de Willemsbrug en de Erasmusbrug. Meer informatie vind je op rotterdamonderweg.nl/maastunnel. De Keteltunnel is deze week een aantal nachten en het hele weekend dicht voor onderhoud. De A4 is dan in beide richtingen afgesloten tussen knooppunt Ketelplein en de afslag 14 naar Delft. Van maandag 9 tot woensdag 11 maart geldt de afsluiting van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. En in het weekend van vrijdag 13 maart 10 uur 's avonds tot maandag 16 maart 2 uur 's nachts. Omrijden kan via de N470, de A13 en de A20. Alle informatie vind je op rotterdamonderweg.nl/keteltunnel. Tot en met 20 maart rijden tramlijnen 8, 12, 21, 23, 24 en 25 een omleiding vanwege werkzaamheden op het Churchillplein. Tramlijn 20 rijdt helemaal niet. Reizigers wordt geadviseerd de metro te nemen. Metro D en E rijden tussen Wilhelminaplein en het Centraal Station en stoppen ook bij de haltes Leuvenhaven, Beurs en Stadhuis. Kijk voor alle vervallen tramhaltes en omleidingen op rotterdamonderweg.nl/Churchillplein. Wil je weten hoe je er komt? Volg ons via Facebook en Twitter. En kijk op onze website rotterdamonderweg.nl. Dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week.